Geen politicus in Nederland lag in de afgelopen weken zo in het schootsveld van kritiek als Wim Kok. 50 jaar, sinds juli 1986 politiek leider van de Partij van de Arbeid, opvolger van Joop den Uyl. De Partij van de Aftocht, zo noemde onlangs de Volkskrant de PvdA in een paginagroot artikel dat als een bom moet zijn aangekomen. Algemene kritiekpunten: de PvdA onder Kok is ongeïnspireerd, mat, geen sprankelend alternatief voor het centrumrechtse kabinet. Eerder zette de cabaretier Freek de Jonge de toon in het partijblad voorwaarts. Kok deugt niet als politiek leider. De Jonge weigerde overigens een gesprek met de partijleiding. Fragmenten uit een lang gesprek met de sociaaldemocratische leider die, zeggen velen, tot nu toe bitter is tegengevallen. Weet u nog met hoeveel voorkeursstemmen u in 1986 de politiek werd binnengehaald? Nou, eerlijk gezegd niet precies, maar dat was goed voor een aantal zetels. Dat waren er 572.000 en vrijwel onmiddellijk daarna werd u door de parlementaire pers bekroond als politicus van het jaar. Hoe onderging u die onderscheiding? Ik heb dat een beetje gegeneerd gadegeslagen. Inmiddels hoor ik nogal wat mensen zeggen, Wim Kok valt tegen. Hoort u dat ook? Jazeker. Ja, en ook precies om die reden. Kijk, als mensen te hoog gespannen verwachtingen van iemand hebben, dan kan het dus ook alleen maar tegenvallen. Een belangrijk verwijt dat u van tamelijk veel kanten treft, is dat u niet de bevlogen sociaal-democratische leider bent. Hij is geen echte spelbepaler in de Tweede Kamer. Hij toont nauwelijks passie. Hij is geen killer die in het politieke spel de finale klap uitdeelt. Ja, nou ja, finale klappen die moeten er ook natuurlijk zijn om uitgedeeld te kunnen worden. Zolang, zoals nu het geval is, CDA en VVD echt willen blijven doorregeren tot het einde van deze kabinetsperiode. Kun je natuurlijk, en dat moet je uiteraard doen als oppositie, proberen daartussen te komen. Proberen ook het politieke debat te organiseren op die punten die CDA en VVD van elkaar verdelen. Maar zolang de wil om te blijven zitten overheerst, en volgens mij is dat voor iedereen waarneembaar, CDA en VVD hebben op dit moment geen van beide belang bij tussentijdse verkiezingen. Ze zouden er, zie je ook de opiniepeilingen, dus in de verkiezingen slecht afkomen. Zolang dat zo is, kom je daar als oppositie niet echt tussen. Kok zegt dat de tijd van grote ideologische debatten min of meer voorbij is. Hij geldt wellicht als de belichaming van een zakelijker politieke lijn, overeenkomstig de tijdgeest. Het gaat om emotie. En het gaat ook om een verstandige afweging van hoe je je politieke uitgangspunten en beginselen in de praktijk kunt brengen. Maar is de PvdA, die ooit drammerigheid werd verweten, niet omgeslagen in het volstrekte tegendeel daarvan? Zoals Freek de Jonge zei, een braaf oppositiepartijtje dat de beurt afwacht. Freek de Jonge zegt ook dat de Partij van de Arbeid niet voor de zwakkeren opkomt. Dat we de zwakzinnige zorg onvoldoende aandacht geven. Dat we niet opkomen voor de laagst betaalde. Ik zou Freek de Jonge willen adviseren om wat dat betreft toch beter bij de les te zijn. Want het tegendeel is natuurlijk waar. Freek de Jonge zegt ook, en mogen we Freek de Jonge ook een heel klein beetje geweten van links Nederland noemen misschien. Hij zegt, ik vind Kok een aardige man. Ik denk dat je die er in de fractie bij moet hebben, maar het is natuurlijk geen politiek leider. Ja, daar ziet dus goede recht om dat te vinden. Wat het geweten van links-Nederland betreft. Kijk, ik had graag gezien dat het geweten van links-Nederland zich ook in de interne discussie binnen de partij over de koers van de partij, ook over cultuurbesef en cultuurpolitiek van de partij had gemengd in plaats van op een bepaald moment uit de partij te stappen. En dan met hele en halve onwaarheden een beeld te scheppen van de partij wat niet past op de werkelijkheid. Absoluut niet. Een positie van onmacht in het parlement, aanvallen op zijn persoonlijk functioneren. Hoe ondergaat hij dat? Ik ben gevoelig voor kritiek. Ik ben vooral gevoelig voor kritiek waar ik wat mee kan. Ik begin een olifantshuid te krijgen voor kritiek waar ik niks mee kan. De PvdA is al meer dan 10 jaar vrijwel weg uit het centrum van de macht. En dat voelt de partij. Je bent een grote partij, je wil meedoen. Felix Rottenberg, tot voor kort partijbestuurder van de PvdA, die zegt heel beeldend, als je in Nederland echt iets voor elkaar wil krijgen, dan moet je de Partij van de Arbeid Kamerleden maar overslaan. Ja, dat getuigt van een gebrek aan waarneming. Dat is ook een declassering aan het adres van de Kamerleden die ik absoluut niet accepteer. Rottenberg zegt ook, kijk naar die fractie en je ziet,
De tweede rang zit op de eerste rij. Ja, als die mij daar ook mee bedoelt, dan past natuurlijk bescheidenheid. Maar daar waar het om mijn directe collega's betreft, is het grote onzin. In de maalstroom van kritiek blijft Kok uiterlijk kalm. Hij erkent dat het bij de verkiezingen in 1990 niet eenvoudig wordt. CDA en VVD gaven de Partij van de Arbeid eigenlijk het nakijken bij misschien wel het belangrijkste debat van de laatste jaren. De operatie Oort. 4 miljard belastingverlaging, meer bestedingsruimte dus voor burgers. Belastingverlaging in de orde van grootte van 4 miljard gulden. Op een moment waarbij iedereen beseft dat er hard geld nodig is voor een beter milieubeleid, is onaanvaardbaar. Er is geld voor belastingverlaging, maar geen geld voor zwakzinnige zorg. Er is geld voor belastingverlaging, maar geen geld voor een onderwijsbeleid wat ook echt recht doet aan de eisen die in een moderne samenleving aan goed onderwijs worden gesteld. Er is geld voor belastingverlaging, maar er is geen werkelijke verbetering van het milieu. Er is geld nodig voor milieu, er zijn miljarden nodig voor milieu, er worden mooie plannen gemaakt. En als we nu in het midden van een economische crisis zaten, waarin het geld er ook werkelijk niet was, dan zou je moeten zeggen, we moeten het eerst weer gaan verdienen voordat we het kunnen uitgeven. Maar dat is er nu. Het wordt niet besteed voor het milieu, het wordt niet besteed voor het verbeteren van de kwaliteit voor ook de natuurlijke leefomgeving van onze kinderen en kleinkinderen. Nee, het wordt besteed voor consumptieve bestedingen voor in niet geringe mate ook mensen met hoge inkomens. En dat moet Kok in 1990 maar aan de kiezers uitgelegd zien te krijgen, nota bene even nadat de belastingverlichting echt in de portemonnee doorwerkt. Kok wil ook dat de uitkeringen weer aan de lonen worden gekoppeld. Een eis waarvan prominente CDA'ers als De Koning en Ruding hebben gezegd dat de PvdA zich daarmee buitenspel zet. Hoe hard is die eis van herstel van koppeling lonen en uitkeringen? Hangt daar wat u betreft bijvoorbeeld de regeringsdeelname van af? Voor mij is dat een van de allerbelangrijkste elementen waarop ik het uiteindelijke besluit of de PvdA wel of niet zou kunnen gaan deelnemen in een coalitie zou willen laten afhangen als het gaat om mijn advies aan de partij. Want ik vind dat zo'n gelijkmatige inkomensontwikkeling waarin alle groepen van de bevolking naar evenredigheid deel hebben in de welvaartsontwikkeling een hoeksteen moet zijn onder een inkomensbeleid voor de jaren 90. Hij vindt het om meer redenen belangrijk dat zijn partij regeert, maar zonder dat beginselen worden verkwanseld, zegt hij. Lukt dat niet? Dan liever met een opgeheven hoofd in de oppositie en daar de politieke strijd voeren. Een ongemakkelijke positie voor Kok. Intern wordt hem matheid verweten, hij verwerpt dat. Waar ik me een beetje aan stoor, dat is die waarneming dat het allemaal zo mat is uit de mond van mensen die zelf niet bereid zijn uit hun stoel te komen om ook maar iets zelf te doen. En aan de andere kant verwijten CDA-bewindslieden zijn partij juist te hoge eisen te stellen. In het blad CDA Actueel schreef minister Jan De Koning van Sociale Zaken onlangs over de dogmatische, onrealistische PvdA. Dan maar liever weer een kabinet van CDA en VVD, schreef De Koning. Kok reageert geraakt. Dat getuigt van nogal wat hoogmoed. Het getuigt ook van een beetje minachting voor de kiezers, vind ik. Want kennelijk is er alleen maar sprake van een volwaardig kabinet in Nederland als dat een kabinet is waarin het CDA een sleutelrol vervult. Ja, maar hoe serieus zijn nou de gedachten van een kabinet van Partij van de Arbeid en VVD? Dat is toch volmaakte theorie? Nee, ben ik met u oneens. En het CDA zou er heel verstandig aan doen zich niet als een partij boven de partijen, maar als een partij tussen de partijen op te stellen. Hij wil niet suggereren dat een coalitie met de VVD nu onmiddellijk voor de hand ligt, maar Ik ben van mening dat de mogelijkheid van een PVDA-VVD samenwerking niet een theoretische is die we moeten noemen elke keer om toch vooral ook maar formeel het aantal coalitiemogelijkheden niet tot 2 te laten beperken, maar uit 3 te laten bestaan. Nee, het is een reële mogelijkheid. Taxaties over de kans van slagen van eventuele PVDA-VVD onderhandelingen zijn niet te geven, net zo min als in de andere varianten, zolang de programma's er niet zijn en de kiezers niet hebben gesproken. Maar het is een reële optie. Maar als men zegt dat men ook het sociale element in het liberale beleid van de jaren 90 een zwaarder accent wil geven, dan
levert men daarmee een, misschien vooralsnog verbale, maar wellicht straks ook politieke bijdrage tot het verkleinen van een traditionele afstand die juist ook op dat sociaal-economische terrein tussen VVD en PvdA altijd erg groot is geweest. Hoe dat uitpakt, dat zullen de feiten moeten laten zien.